Vandaag in Achtergesloten Deuren. Het aangrijpende verhaal van Joyce en haar hartvriendin Hinde. Ik hou van je. Hoef je niet aan te twijfelen. Okay. Joyce leidt al jaren een dubbel leven en pas nu beginnen haar ouders iets te vermoeden. Maar volgens mij heeft ze een vriendje. Ik hou niet van stiekem gedoe. En ze praten gewoon niet over. Alleen aan Hinde toont ze haar ware gezicht. Ik kan er gewoon geen voorstelling van maken hoe dat voor haar is. Want als Joyce haar echte geheim onthult, blijkt haar vader de bron te zijn van alle ellende. Ik word elke nacht wakker omdat ik zo bang ben. De 18-jarige Joyce is na haar examen niet gaan studeren, maar werkt sinds een paar maanden in de drogisterij van haar moeder. Juist hier is ze op de plaats. Hi, goedemorgen. Dank u wel. Ja, ik heb allemaal van die rare vlekjes op mijn handen. Hebben jullie daar iets voor? Het is echt superleuk om hier te werken, ja. Ik vind het gewoon fijn dat ik de hele dag bezig ben. Ik ontmoet nieuwe mensen. En wat ik echt super leuk vind, is als mensen vragen hebben over hun make-up of zo, dan vind ik dat heel leuk om te doen. Ik zou even doorlopen naar die mevrouw met die lange haren. Ja. Die weet echt alles van crèmetjes en zo. Het gaat zo hard met die meiden. Ik bedoel, als ik zie hoe het nu met Joyce gaat, dat ze al aan het werk is. En als ik bedenk dat ik zelf 19 was toen ik al zwanger was, dan denk ik van, oh, dan moet ik bij haar nog niet aan denken nu. Maar gelukkig is ze nog helemaal niet zo met jongens bezig en zo. Gaat goed met mij. Ja. Dat is echt al heel lang geleden dat ik dat gezegd heb, weet je dat? Ja. Ja. Ik heb best een... rotleven, zomaar. Rotleven, ja, goed. Het gaat nu echt heel erg goed met mij. Want ik ben verliefd. Ik ben echt super verliefd. Hoi. Ik heb iets heel leuk. Kijk eens. Oh, heb je het al gehad? Ja, kijk, echt superveel ook. Mijn ouders weten dat eigenlijk nog niet. Dat ik lesbisch ben, überhaupt. Dus dat moet ik ze nog gaan vertellen. Nou ja, ik weet al mijn hele leven dat ik echt niet op mannen val. Nee. En loop maar even mee naar buiten. Ben je daar net geweest dan? Of, Ja! Ja, nee, ja. Ik heb het net even snel opgehaald. Wat voor reis heb je voor naar gekeken dan? Vooral voor Spanje. Want die mevrouw zei gewoon dat Spanje echt super goedkoop is. Ik had eigenlijk wel Zuid-Amerika of iets in mijn hoofd. Ja, maar we kunnen ook ergens anders naartoe. Gewoon in Europa is het niet zo duur, snap je? Ik ben echt gek op Joyce, ja. Ja, in het begin was het wel allemaal even wennen. En Joyce was vrij afstandelijk in het begin. Maar ik heb nu wel echt het idee dat het goed zit, ja. Ja. Dus het is wel lastig, want onze ouders denken natuurlijk dat we vriendinnen zijn. En ja, we hebben wel besloten dat we dat toch wel gaan vertellen. I'm alive, as I can be. Got this whole world, girl, just waiting for me. Still I'm falling down, to the bottom of the sea. Oh, Marokko. Ja, dat is misschien wel heel ver, maar Italië zou kunnen. We hebben afgesproken dat we het eerst aan onze ouders gaan vertellen. En daarna gaan we een maand op vakantie. Ja. Dus als we op vakantie zijn geweest, dan heeft iedereen ruim de tijd gehad om de rust te gaan te wennen. En dan kunnen we een huisje gaan huren. Weet je hoe mooi? Niet zo. Mijn moeder is hier toch niet? Je weet toch niet hoe ze op zoiets gaan reageren. Ja, de moeder denk ik wel positief. Maar van haar vader kan ik al helemaal geen inschatting maken. Want die ken ik niet. En ja, dat Joyce het nou zoveel over hem heeft, heb ik ook nooit wat van gehoord. Dus. Wel lekker, man. Ik zal eigenlijk ook nog naar Hinde gaan. Ik zou dan 8 uur zijn, dus misschien dat ik zomaar even ga.
Volgens mij heeft ze een vriendje. Kijk, ik hou niet van stiekem gedoe. En ze praat er gewoon niet over. En ik weet, als zij weet dat ik haar ga bellen, dan flest ze de boel niet zo gauw. Doei. Doei. Kees is vooral bezorgd. Ik denk dat dat ook de reden is dat Joyce nog niet echt een vriendje mee naar huis heeft genomen. Dat ze toch een beetje bang is voor hoe hij reageert. Maar ja, soms moet ik het ook even voor de opnemen. Dan is die wat te bezorgd misschien om zijn dochter. Hinde heeft gevraagd of Joyce er vanavond bij wil zijn als ze haar ouders gaat vertellen dat ze lesbisch is. Ik ben echt super zenuwachtig. Ja? Ja. Oh, jij? Wat dan, hè? Ben je niet zenuwachtig? Nee. Komt wel goed, joh. Hoi. Alles goed? Willem en Thea zijn ruimdenkend en hebben Hinde vrij opgevoed. Ze weten niets van hun dochters geaardheid. Ja, goed. Mooi. Goed zo. Super spannend vind ik dit. Ja. Als je een jongen meeneemt, is het al spannend. Dus ja, nu om te vertellen dat Joyce niet zomaar een vriendin is. Is misschien wel extra spannend dan. Ja. Ik ben nog wat genagen vandaag. Wat kijken jullie ingewikkeld? Is er wat aan de hand? Nou ja, we willen jullie eigenlijk iets vertellen. Oh? Oké. Vertel. Nou, Joyce en ik hebben net plan om een maand op vakantie te gaan. Oh? En we zitten aan Zuid-Amerika te denken. Zuid-Amerika? Waarom zo ver weg? Waarom niet gewoon Spanje of zo? Nou ja, we zijn nu nog jong en ja, we willen avontuur. En die natuur daar en... Zuid-Amerika heeft ook heel gevaarlijke plekken. Maar als het ook niet zo zit, hoor. Ik vind het wel heel ver weg. Nou ja, er is eigenlijk ook nog een andere reden, hè. Dat wij een maandje weg willen. Oké. Ja, nou ja, wij hebben een relatie. Jullie hebben een relatie? We willen een maand op vakantie en daarna willen wij heel graag samenwonen. Wow. Ik heb helemaal niets tegen homo's of lesbisch. Helemaal niet. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Ze zijn hele goede vriendinnen. Maar ik denk dat ze die vriendschap verward met verliefdheid. Het is Hinde niet. Ik geloof er helemaal niets van. Ze vertelt me altijd alles. En dit is nooit te sprake gekomen. En dat had ik toch gemerkt. Wij hebben geen moeite met homoseksualiteit of wat dan ook op dat gebied. Hè, toch, Tera? Dus... Nee, laat dat duidelijk zijn. Maar... We vinden ook dat jullie wel hard van stapel lopen. Een maand weg naar Zuid-Amerika, samenwonen. Doe het rustig aan, zou ik willen zeggen. Ontdek de boel eens een beetje. Ga eens met jongens daten. Kijk wat je leuk vindt. Ja, ik hoef helemaal niet. Pin je niet gelijk vast. Ik wil niet met jongens daten. Ik hoor het wel eens om me heen. Dan hebben meisjes die zijn dan helemaal heel erg verliefd geworden op een vriendin. Dat is dan een fase. Oh, voor en een jaar lang. En dan klapt het uit elkaar met alle verwijten en ruzies van dien. Ja, Hinde, dat is toch zo? Trek daar weer bij. Ik ga er nog even naartoe. Ik maak me een beetje zorgen om Hinde dat ze... mogelijk zich te veel door Joyce laat beïnvloeden. Dat ze geen nee durft te zeggen. En dat ze zichzelf misschien wijs maakt dat ze verliefd is op Joyce. Ik zet er echt mijn vraagtekens bij. Ik vind het zo kut. Ach, het komt wel goed. Ja, nee. Ik had echt verwacht dat ze super chill zouden reageren. Maar dit is echt... Het slaat helemaal nergens op. Ik weet niet, hoor. Ach, hebben ze iets tegen mij of zo? Joyce, het komt echt niet. Nee, ik heb je ook geen... Ja, ik spreek je wel goed. Verdomme. Ik had dus verwacht dat de ouders van Hinde echt super chill zouden reageren. Maar dat was echt niet zo. Weet je, die vader ook. Die lijkt wel aardig, maar volgens mij is dat gewoon net zo lul als mijn eigen vader. Ik moet hier weg.
Voordat Joyce de volgende dag naar haar werk gaat, heeft ze eerst met Hinde afgesproken. Hey, liefie. Hey. Wat is dit? Oeh, lekker. Hey, ik wou het even over die vakantie hebben nog. Mm-hmm. Een maand, is het niet een beetje lang? Ik zat aan te denken van misschien moeten we inderdaad al wat meer tijd nemen, zoals mijn ouders zeiden. Liefie, je moet gewoon niet naar je ouders luisteren. Wij zijn volwassen, we doen gewoon wat wij willen. Goed? Ja, toch. Ik weet het niet hoor. Ja, ik heb hier echt over nagedacht en het lijkt mij gewoon beter als we gewoon even rustig aandoen. Ja, en we moeten onze ouders ook gewoon even de tijd gunnen om gewoon even rustig aan het idee te wennen. Kunnen wij ook gewoon even een beetje rustig aan? Het gaat zo snel allemaal. Schatje, we kunnen toch gewoon op vakantie samen? Ik zie nou even het probleem niet hoor. Nou ja, ik denk dat het gewoon goed is als we even rustig aandoen en dan alles even bekijken. Wat nou even rustig aan? Ik wil helemaal niet rustig aandoen. Ik wil gewoon op vakantie en daarna komen we terug en daarna gaan we een huis huren. Dat was het plan. Ik verheug me hierop, hè. Ik verheug me op het feit dat wij op vakantie gaan samen en dat we daarna lekker ons eigen huisje, gewoon ons eigen ding hebben samen. Snap dat dan? Ja, ik snap het ook wel, maar... Maar wat? Ja, zie je dan niet in dat het gewoon nu zo snel gaat? Nee, dat zie ik niet in, want ik hou van jou. Hè? Ik hou ook van jou, dat is het echt niet. Ik heb hier echt geen zin in nou. Laat alles maar weten. Joyce. Nee, echt niet. Nee, ik heb hier echt geen zin in, weet je? Als jij zo nodig wil wachten, dan wacht je maar in je eentje. Maar niet met mij. Nee, echt niet. Ik dacht dat we het gewoon wel over konden hebben, maar ze reageert zo heftig. Ja, ik begrijp haar gewoon niet en ze begrijpt mij niet. Hetzelfde als met mijn ouders. Ja, ik schrik gewoon van de reacties. Ik had het niet verwacht zo. Joyce heeft de hele dag door de stad gelopen en is niet naar haar werk gegaan. Haar ouders zijn woedend omdat ze niet wisten waar ze uithing. Gewoon, wat gewoon. Je komt te laat en dat gaat allemaal zomaar, denk je. Ja, en dan moet ik dat aan jou laten weten of zo. Ja, natuurlijk. Ik wil weten waar je bent. Ik ben toch volwassen of niet soms? Ik zit ergens zo erg mee. En ik wou dat aan Hinde gaan vertellen. En ik durf dat alsmaar niet. Dus ik dacht, nou, dan gaan we samen op vakantie en dan vertel ik het dan. Maar Hinde wil niet met mij op vakantie. En Hinde wil ook niet meer met mij samenwonen. En dat betekent dat ik gewoon hier blijf wonen. En dat wil ik niet. Ik wil daar niet wonen. Ik kan daar niet wonen. Ik ben daar bang. Ik word wakker. Ik word elke nacht wakker omdat ik zo bang ben. En ik wil gewoon niet meer bang zijn. Ik wil niet bang zijn dat mijn vader binnenkomt en me weer kan misbruiken. Dat wil ik niet. Ik moet daar weg. Ik moet daar weg. Maar ik kan er nergens meer naartoe. Straks, waarom wordt Joyce niet geloofd als ze de ouders van Hinde in vertrouwen neemt? Ik heb een beetje het idee dat ze de zaak overdrijft om onze aandacht te trekken. En durft Joyce nog wel naar huis nu er geheim op straat ligt? Ik weet zeker dat mijn moeder me verraden heeft. Ik ga je wel genezen, zei hij. De 18-jarige Joyce heeft een relatie met haar vriendin Hinde, maar dat mogen ze thuis nog niet weten. Niet zo. Je moeder is hier toch niet? Dat Joyce nog in de kast zit, is niet haar enige geheim. Ze wordt seksueel misbruikt door haar vader en wil zo snel mogelijk het huis uit. Ik wil niet bang zijn dat mijn vader binnenkomt en me weer kan misbruiken. Dat wil ik niet. Ik moet daar weg. Maar omdat ze Hinde ook nog niets heeft verteld, begrijpt hij niet waarom Joyce meteen wil samenwonen. Zie je dan niet in dat het gewoon nu zo snel gaat? Nee, dat zie ik niet in, want ik hou van jou. Thank you.
Anja, de moeder van Joyce, voelt dat er iets niet klopt. Joyce, ik wil toch even dat je erover praat. Kijk, dat je vader zo kwaad was gisteren, dat is toch logisch? Je komt niet werken. Je komt s'avonds weer ik hoe laat thuis. Je neemt je telefoon niet op. Ja, mam, je hoeft het toch niet altijd daarover te hebben? Nee, maar... Je hoeft niet altijd voor hem op te komen, hoor. Ik heb daar ook helemaal geen zin in. Jezus, mam. Nee, maar je kan... Ik heb echt helemaal niks aan jou. Zo ken ik Joyce helemaal niet. Ik heb heel erg het gevoel dat ze iets voor me verborgen houdt. Heb je liefdesverdriet? Ik durfde niet te zeggen tegen mijn moeder dat het hinder was. Het is uit. Waarom zou ik het nog zeggen tegen mijn moeder? En ik ga dat rot huis waarschijnlijk ook niet meer kunnen verlaten nu. Je weet toch dat je alles met me kunt bespreken? Ja? Ik heb heus wel door dat je verliefd bent of zo. Heeft hij het uitgemaakt? Nee. Nee, ik heb het uitgemaakt. Mijn moeder hoort echt alleen maar wat ze wil horen. Alsof ze nooit gemerkt heeft dat ik vanaf mijn 14 misbruikt word door mijn vader. Hoe kan je dat nou niet merken? Hoe kan je dat als moeder nou niet zien? Hè? Maar ze wil het gewoon niet weten. Het is 3 dagen later. Joyce probeert haar verdriet de baas te worden door hinder te ontlopen. Ik blijf maar aan hinder denken. Ja, en ik ben ook gewoon bang dat als ik haar vertel wat mijn vader met me doet, dan wil ze mij nooit meer terug. Hij is trouwens niet meer bij me geweest. Hij heeft me gelukkig met rust gelaten. En ik wil mama heel graag alles vertellen. Mama is zo lief voor mij. De laatste dagen vooral. Maar ik ben gewoon bang dat als ik het vertel, dat ze mij niet gelooft. Ja, en dan heb ik helemaal niemand meer. Hey. Is Joyce er? Ja, helemaal achterin staat ze. Dankjewel. Ik wilde vragen of je mee ging lunchen. Nee, het lijkt me gewoon even beter voor niet. Nee. Jammer. Doei. Ja, doeg. Ik wil gewoon dat het weer goed komt. Ik heb ook helemaal niet het idee dat Joyce wil dat het uit is. Het lijkt wel alsof ze weer zo gesloten is als in het begin was. Weer zo teruggetrokken. Er speelt meer volgens mij, maar... Hé. Hey. En nu komt hier binnen en ze is gelijk weer weg. Wat is er aan de hand? Nou, ik heb gewoon even geen zin om met haar te praten. Nou, doe niet zo gek. Mam, ik heb... Jezus, ik heb hier even geen zin in. Ik heb gewoon geen zin om met haar te praten, want ze zegt de verkeerde dingen. Snap dat dan. Over dat het uit is. Mam. Hè? Gaat het daarover? Mam, hou op. Ik vind het jammer dat ze zich zo afsluit. Ja, ik snap heel goed dat ze heel verdrietig is. Alleen, ja, het zou goed zijn als ze daar met een vriendin over zou praten nu. Want dat helpt vaak toch wel. Ik vind het zo jammer dat je zo koppig doet. Hè? Dat je niet gewoon even gezellig dan iets met hinder gaat doen. Ja. Ja. Nou, nee, ik snap best dat ze soms de verkeerde dingen zegt die jij niet wil horen. Maar dat hebben wij toch ook wel eens, woorden. Dan maak je het toch ook weer gewoon goed. Ja, als je om elkaar geeft, dan zeg je ook wel eens dingen die niet zo leuk zijn. Ja, mama, weet je, daar heb je ook wel gelijk in, maar ik heb het niet uitgemaakt met een vriendje. Ik heb het uitgemaakt met hinder. Mama, ik ben lesbisch. Mama, kunnen we er heel even over praten? Gewoon. Ik... Misschien straks. Mama. Mam!
weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Ja, is ze nou boos? Is ze nou verdrietig? Is ze nou teleurgesteld? Wat is ze nou, weet je? Ze zegt ook gewoon helemaal niks. Hey, met Glen. Hey, met mij. Hi. Het gaat even niet zo lekker. Kan jij misschien naar het cafeetje komen, alsjeblieft? Even praten? Oh, ja. Is goed. Ja? Oké. Okay. Ja. Zie ik je zo. Hey. Wil je iets drinken? Nee. Nee? Wat is er? Ik heb mijn moeder verteld. Over ons. Echt? Wat zei ze? Ja, niks. Ja, nee, daarom belde ik jou ook. Want ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen. Want ik weet niet of ze nou boos was of teleurgesteld. Ik weet niet wat ze dacht. Ze zei niks. Ja, ze schrikt natuurlijk ook ervan, hè? Ik bedoel, zij wist ook van niks. Nee. Maar ze kan toch wel iets zeggen? Ja. Het is ook best wel lief voor mij geweest, hoor. Mm-hmm. Afgelopen tijd. Geef er even wat tijd. Ja. Hoe is het met jouw ouders? Maar... ze vinden het nog steeds niet tof. Ja. Als wij het maar oké vinden. Mm-hmm. Toch? Komt goed. Blij jou te zien. Ik vind het echt heel goed dat ze het heeft verteld. Ik denk wel dat het nu de goede kant op gaat. Ook met mijn ouders trekt het uiteindelijk ook wel weer bij. Ach, als ze in ieder geval maar goed vinden dat we op vakantie gaan. Komt wel goed. Ik heb het er nog niet gezegd van mijn vader. Ik was gewoon echt zo blij om haar weer te zien. Weet je, dat komt wel. Dat vertel ik nog wel. Het is ook oké, want mijn vader gaat vanavond kaarten. En dan ben ik alleen met mijn moeder. Dus even rust. Na het avondeten is Kees vertrokken naar zijn kaartavond. Tijd voor een goed gesprek. Laat maar, Joyce. Ik doe het wel alleen. Maar ik wil gewoon even mee, al. Nee, ik doe het wel alleen. Ik begrijp niet zo goed waarom je nou zo boos bent. Ik heb toch niet echt iets verkeerd of zo gedaan. Ik weet ook niet of boos het goede woord is, maar... maar wat dan? Is het omdat het een meisje is? Weet je, het is gewoon hetzelfde als een jongen, man. Weet je... ik kan daar ook niks aan doen dat ik verliefd word op vrouwen. Dat is het niet, Joyce. Als dat hetzelfde was geweest... hè, als dat je verliefd bent op een jongen... dan had je het toch gewoon eerlijk kunnen zeggen. Ja, nou ja. Ik vind dat gewoon eng te vertellen, weet je. Als je boos wordt, dan... misschien vind je het gewoon heel erg en dan word je boos op mij... en dan daarom heb ik het niet gezegd. Daarom... ja, maar je kunt me toch vertrouwen? Je weet dat je me alles kan vertellen. En nu probeer ik jou te helpen omdat je verdrietig bent. Ik wil er voor je zijn. En dan ben je gewoon niet eerlijk tegen me. Het feit dat ze lesbisch is, vind ik toch best lastig. Want het betekent ook voor haar toekomst best wel een hoop moeilijke dingen, denk ik. Ik zie liever een makkelijke toekomst. Mag ik je wel één ding vragen, mam? Wil je dit echt alsjeblieft niet tegen papa zeggen? Ik moet zo nog even naar oma. Die is ziek. Oh, dat wist ik niet. Mag ik mee? Nee, blijf jij maar gewoon hier. Ik ga wel alleen. Ik heb mijn moeder echt wel onderschat.
Ze kan echt wel meer aan dan ik dacht. Want aan de ene kant zegt ze ook wel tegen me dat de relatie met Hinde niet zo'n groot probleem is. Dus dat is wel fijn. Maar ja, ik ben echt zo kwaad op mezelf. Want mijn moeder is echt super boos op mij. En dat is gewoon mijn eigen schuld. Ik had er niet over moeten liegen. Hij is net geweest. En ik voel me smerig. En koud en alleen. En ik wil heel graag in bad. Maar dat hoort hij, dus dat kan niet. En ik weet zeker dat mijn moeder me verraden heeft. Want ik heb het idee dat hij het weet van Hinde. Hij kwam naar me toe en hij zei: ik ga je wel genezen, zei hij. Toen hij ik ga je weg. Morgen. En ik weet nog niet waar ik naartoe ga, maar ik kom hier nooit, nooit meer terug. Maar ondanks haar moedige voornemen is Joyce de volgende dag toch gewoon gaan werken. Mam, ik moet nog heel even een boek ophalen. Dus dan ben ik iets later, goed? Oké. Ik voel mezelf zo'n fucking lafaard. En mijn moeder heeft echt geen woord meer tegen me gezegd. Echt niet. Ja, ze haat me. Ik hoef ook gewoon niet meer bang te zijn dat ik er kwijt raak, want ik ben er al lang kwijt. Nee. Het is er. Ja. Ik wil echt niet meer naar huis, Hin. Ik wil gewoon niet meer naar huis. Ik haat ze. Kan ik niet gewoon bij jou blijven? Ja, tuurlijk kan dat. Ja? Ja. Ik vind het echt verschrikkelijk om Joyce zo te zien. Ik ben wel heel blij dat ze bij mij aanklopt. Ik bedoel, dat is ook wel anders geweest. Ik heb wel het gevoel dat dit al een teken is dat we het samen wel gaan redden. Nou ja, en mijn ouders, die moeten maar gewoon niet zeuren. Iedereen is altijd welkom bij ons en dat vind ik in dit geval ook. Tera en Willem, de ouders van Hinde, reageren zoals Hinde gehoopt had. Joyce is van harte welkom. Anders ga je lekker even zitten, joh. Dan maak ik wel een kopje koffie of zo. Nee, hoeft helemaal niet. Thee? Ben je gek? Nee hoor, ik hoef helemaal niet. Nee, maar ik vind het niet erg. Ja, maar ik ook niet. Toen ik hier aankwam, zeiden ze ook dat ik gewoon welkom was. Dus dat is prettig. Maar eigenlijk zie ik dit ook wel als een kans om gewoon te laten zien dat we echt van elkaar houden. En dat Hinde en ik ook best wel kunnen samenwonen. Waar we voor op moeten passen is dat Joyce geen trucjes gaat uithalen bij Hinde. Daar wil ik Hinde echt tegen beschermen. Ja. Want ik heb een beetje het idee dat ze de zaken overdrijft om onze aandacht te trekken. Ja. En dat vind ik geen goede zaak. Nee, ik denk er net zo over. En ik denk dat we morgen even een gesprekje met Joyce moeten aangaan. Ja, dat vind ik ook. Komt je vader aan, Joyce? Ik moet niet open doen, echt niet. Ah, kom op. Nee, hij is echt super boos op mij, dus alsjeblieft niet open doen. Willem, ik meen het, niet open doen. Als Joyce niet wil, dat ze open. Ja, jongens, ik... Willem, ik ben toch welkom hier. Willem, nee, je moet gewoon niet open doen, dat zeg ik toch. Straks, Joyce komt in gewetensnood, want durft ze uiteindelijk wel met haar verhaal naar de politie? Willem zegt ook, als hij mij niet heeft, dan heeft hij misschien een ander slachtoffer. Maar aangifte doen, dat is volgens mij best heftig, hoor. En zeker omdat haar moeder niet gelooft dat ze seksueel misbruikt is. Hij heeft me gewoon echt op zijn knieën verzekerd dat er nooit iets is gebeurd. Ik kan me ook niet voorstellen dat hij zoiets zou doen. Joyce heeft een relatie met haar vriendin Hinde en ze is net uit de kast. Mijn moeder heeft echt geen woord meer tegen me gezegd. Echt niet. Ja, ze haat me.
En dat maakt het er allemaal niet makkelijker op, want Joyce staat op het punt om nog een geheim te onthullen. Ik wil niet bang zijn dat mijn vader binnenkomt en me weer kan misbruiken. Dat wil ik niet. Ze is van harte welkom bij de ouders van Hinde, maar die trekken haar bedoelingen wel in twijfel. Ik heb een beetje het idee dat ze de zaak overdrijft om onze aandacht te trekken. En dan staat ineens haar vader op de stoep. Ja, jongens, Ik ben toch welkom hier. Willem, nee, je moet het gewoon niet open doen. Dat zeg ik toch. Is Joyce er ook? Ja, maar Joyce is overstuur. Zeg dan maar dat ze naar de vader toe komt. Ik wil dat ze meegaat. Ik weet niet wat er aan de hand is en dat gaat me ook helemaal niks aan. Maar ik denk dat het beter is dat je er even met rust laat. Hinde is bij haar en... De ervaring leert gewoon dat als je even afstand met elkaar neemt, dat je rustiger met elkaar kunt praten en dat je ook makkelijker tot een oplossing komt. Ik vind het genoeg afstand. Joyce, kom op! Ja, nee, we gaan weer naar huis! Nee, Kees. Kees, ik wil je beloven dat ik haar aanspoor om morgen contact met je op te nemen. Ik wil uiterlijk morgen een telefoontje van haar. Gisteren hebben ze totaal geen vragen gesteld over waarom ik nou niet met mijn vader mee wil. En dat is heel fijn. Maar ik ben gewoon heel erg bang dat als ik zo beneden kom, dat ze wel vragen gaan stellen. En straks dan denkt Hinde misschien dat ik de hele situatie tussen ons gebruik om het huis uit te kunnen vluchten. Weet je, straks denkt ze gewoon dat ik niet echt van haar hou. Hi. Wil je wat drinken, Joyce? Ja, ik lust wel wat melk. Melk? Wat is er eigenlijk aan de hand tussen jou en je vader? Ben je bang voor hem? Hij slaat je toch niet, hè? Nee. Wat is het dan? Mijn vader misbruikt me. Al sinds mijn 14e. Jullie zijn toch niet boos op mij? Natuurlijk niet. Nee, ik was gewoon heel erg bang dat jullie misschien zouden denken dat ik... nou, gewoon de relatie met Hinde gebruik om het huis uit te komen. Natuurlijk wil jij het huis uit. Ja, dat wil ik ook. Kom hier maar eens lekker tot rust. Je vader komt hier met geen mogelijkheid meer in. Hé... Hey. Ik hou van je. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Oké. Ik ook heel veel van jou. Ik heb zelf echt een super lieve vader. En ja, gewoon een hele normale jeugd gehad. Ik kan me er gewoon geen voorstelling van maken hoe dat voor haar is. Ik vind het echt verschrikkelijk. Nu ik er zo over nadenk, zijn er wel dingen die dan op zijn plek vallen. Ja, ik heb nu wel het idee dat ik Joyce beter begrijp dan dat ik hiervoor deed. Het heeft me diep, heel, heel diep geraakt. Die arme meid, ik al zo lang, zoveel jaren met zo'n geheim rondlopen. Het is echt onvoorstelbaar. Ik had geen idee. Als ik dat geweten had toen die man aan de deur stond... Nou, ik had hem echt een klap verkocht, dat wil je niet weten. Ik vind het ook heel erg voor Hinde natuurlijk. En waar ik me vooral zorgen over maak wat Hinde betreft... is dat ze toch verliefd is geworden op een beschadigd iemand. En... De ervaring leert dat je dat eigenlijk je hele leven niet meer helemaal kwijtraakt. Dat kan voor Hinde heel erg moeilijk worden. En ik denk wel dat ik met haar ga praten om om er daar een beetje voor te waarschuwen en misschien een beetje in te begeleiden. Want dat zal voor haar niet makkelijk zijn. Heb je er wel eens aan gedacht al om... aangifte te doen tegen je vader?
Nee. Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Maar misschien kun je dat eens doen. Ik kan me voorstellen dat je vindt dat je vader hier flink voor gestraft moet worden. Ja, ik weet nog niet zo goed wat ik vind eigenlijk. Ja. Jij bent nu het huis uit. En het risico bestaat nu dat hij een ander slachtoffer gaat zoeken. Dat kun je natuurlijk door aangifte voorkomen. Dat is wel waar. Maar het hoeft ook niet alle minuten. Nee, ja, ik heb er gewoon niet over nagedacht. Heeft Joyce ook ja, een even niet tijd. Nu, jongens. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dat is ook zo. Tuurlijk, ik vind dat mijn vader zijn verdiende loon moet krijgen. Daar ben ik het zeker mee eens. En het feit... Kijk, Willem zegt ook... Als hij mij niet heeft, dan heeft hij misschien een ander slachtoffer. Maar aangifte doen, dat is volgens mij best heftig, hoor. Als Tira en Willem naar hun werk zijn vertrokken... hebben Joyce en Hinde alle tijd om de reisgidsen te bestuderen. Oh, we kunnen ook een auto huren. Kan ook. Ja, daar moet je soms wel ouder voor zijn, hè? Ja, is dat zo? Hey. Ik zat nog eens te denken. Wat mijn vader zei over dat aangifte doen... Ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Ik bedoel, je kan je vader hier toch niet ongestraft mee rond laten lopen? Nee, natuurlijk niet. Weet je, ik denk gewoon de hele tijd aangifte doen. Dat is gewoon heel heftig, hè? Ja. En dan moet ik aan mijn moeder denken. En ik zie dan ook gewoon voor me dat er twee politieagenten voor de deur staan. Bellen aan. Mijn moeder doet de deur open. En zij zeggen... Wij nemen uw man mee omdat hij uw dochter misbruikt heeft. En dat is gewoon echt zo heftig. Dat kan ze echt niet aan, hoor. Je vertelt het je moeder toch eerst? Ik bedoel, je laat het de politie toch niet vertellen? Daar had ik niet eens aan gedacht om mijn moeder te gaan vertellen. Ik vind dat spannend, omdat ik niet weet hoe ze gaat reageren. Maar als ik kijk hoe ze reageerde toen ik vertelde dat ik een relatie had met Hinde... Ja, achteraf reageerde ze toen ook wel fijn. Ze was alleen heel erg boos omdat ik gelogen had. Dus misschien moet ik nu ook gewoon niet liegen. Ik moet haar gewoon eerlijk vertellen wat er aan de hand is. Joyce heeft besloten dan maar haast te maken met haar bekentenis. Ze wacht haar moeder op bij het winkelcentrum. Mam! Kan ik heel even met je praten? Alsjeblieft. Sorry dat ik niet met papa mee ben gegaan, maar ik kon niet met hem mee, echt niet. Weet je wel hoeveel verdriet je papa hebt gedaan? Ja. Maar daarvoor moet ik even met je praten, want papa doet mij ook gewoon heel veel verdriet, man. Papa zit aan mij. 'S Nachts komt hij mijn slaapkamer in en dan doet hij dingen die je niet hoort te doen, mama. Dat is niet waar, Joyce. Mama. Dat doet hij al vanaf mijn 14e. En ik wil dit niet meer. Echt niet. Mama, ik ben echt heel erg bang. Je liegt. Nee. Waarom zeg je zulke dingen, Joyce? Je doet dat alleen maar om je vader en mij zwart te maken. Nee. En bij Hinde, bij die ouders. Nee. Mama, ik ga je toch niet over liegen? Ik wil het niet meer en ik heb je nodig. Snap dat nou? Dat is niet waar, Joyce. Waarom zeg je dat nou? Dit kan je niet maken. Dit kan je niet zeggen. Ga maar weg, Joyce. Als je zo doet, ga maar weg. Ik had jou echt nodig, mama.
Nou, dit is dus precies waar ik bang voor was. Dat ze me niet zou geloven. Nou, dit is toch erg? Ja, ik snap dat niet, hoor. Als het mijn kind zoiets zou overkomen, dan geloof je dat toch? Ik ga dit toch niet verzinnen? Een paar maanden later zijn we terug bij Joyce en Hinde. Er is in de tussentijd veel gebeurd. Te klein voor ons. Nou, dat is ook echt geen leuke wijk. Nee? We zijn naar Costa Rica geweest. En ik heb geprobeerd om niet te veel na te denken over mijn vader. Ik heb uiteindelijk wel aangifte gedaan. En hij zit op dit moment ook vast voor het onderzoek naar het seksueel misbruik. Ja, dat ze dan toch aangifte heeft gedaan, vind ik wel heel erg moedig van haar. En dat ze daar nog steeds achter staat. Nou ja, nu blik op de toekomst. Huisje zoeken in Utrecht. Lijkt me zo'n tof idee dat we daar zo zitten en dan die deuren open doen. Ons eigen balkonnetje. Morgen, balkonnetje. Vertel. Gaan kijken bij een studiootje in Utrecht. Ja. Oh, echt? Ja, we mogen dus bezichtiging doen bij... Ik liet dat laatst aan jullie zien, toch? Ja, ja. Nou ja, daar mogen we dus kijken. Oh, wat gaaf. En snel. Oh, geweldig. Dicht bij het centrum. Dus leuk, hè? Helemaal leuk. Spannend. Goed zeg. Nou, wie wil? Ik heb mijn moeder eigenlijk al heel lang niet meer gezien. En dat vind ik heel erg. En ik heb ook geprobeerd om haar te bellen, maar ze neemt gewoon de telefoon niet op of ze drukt me weg. Ja, dat vind ik gewoon heel lastig, dat ze niet eens met mij wil praten erover. En waarschijnlijk de volgende keer dat ik ze ga zien, zal in de rechtszaal zijn. Ook voor Anja is het leven veranderd. Ze is niet alleen haar man kwijt, maar ook haar dochter. Ik kan gewoon niet begrijpen dat Joyce dit vertelt. Ik heb er gewoon echt nooit iets van gemerkt. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Ik heb Kees ook gevraagd van hoe het zit. En hij heeft me gewoon echt op zijn knieën verzekerd dat er nooit iets is gebeurd. Ik kan me ook niet voorstellen dat hij zoiets zou doen. En ja, zolang Joyce dit volhoudt, dan ja, moet ik op een of andere manier accepteren dat het contact tussen ons er niet meer is. Heb je zelf een geheim of wil je meepraten over deze uitzending? Kijk dan op net5.nl/AGD of volg ons op Twitter en Facebook. Joyce heeft relatie met haar vriendin Hinde en ze zet het uit. Moeder heeft echt geen woord meer tegen me, zegt echt niet. Ja, zapen. En dat maakt het allemaal niet makkelijker op, want Joyce zit op het mogen geheim tot hun. Ik wil niet bang zijn om mijn vader niet op. En weer kan misbruiken, dat wil ik niet. Ze is van harde weg bij Oudse Hinde, maar niet ik haar boelen wel in wijfel. Ik bezit idee dat de zaak overheid van hem aan het trekken. Dan staat er in haar vader op de stoep. Ik ben gewoon niet bang dat ik ze meekom dat ze wel vragen gaan stellen. En staat al denkt Hinde misschien dat ik deze situatie tussen ons gebruik om het huis uit te vluchten. Weet je, dus ik denk gewoon dat ik niet echt verhaal. Hey. Wat denk je? Ja, dat is wel koud. Wat is eigenlijk de naam van je vader? Waar voor hem? Ik laat het niet, hè? Nee. Wat is dat? Mijn vader is gek. Als ik 14. Nu zijn we boos, hè? Ik wil gewoon hoe ik bang is. Ik zou bedenken dat ik... Nou, gewoon de raas weer in het buik kom. Ja, kom. Maar lijkt wel rust. Je vader komt hier met een mogelijkheid, hè? Nou ben je. Hoef je niet te twijfelen. Okay. Ik ook. Ja. Ik heb wel echt een supervader en ja, gewoon een hele normale jeugd gehad. Ik kan me gewoon voorstellen hoe makkelijk het worden is. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik hoop dat er zijn wel dingen aan mijn lijf hadden. Ja, ik heb wel iedereen dat ooit beter begrijpt dan dat ik hiervoor deed. Ik leek me diep, heel diep geraakt. Die arme meid is al zo lang, zoveel jaren, het al geheim rondloopt. Echt onvoorstelbaar. Ik heb geen idee of je weet dat we mannen eerst een eigen klop kopen, weet je niet. Ik ben er heel erg voor in natuurlijk. En waar ik me vooral zorgen over haar wat in betreft is dat ze met voet is over dezelfde iemand. En de ervaring ligt dat je het eigenlijk je hele leven niet meer helemaal kwijtraakt. Dat kan wel heel erg moeilijk worden. Ik wil dat met haar praten om haar een beetje te vuren en misschien een beetje te beleden. Want het zou gewoon niet makkelijk zijn.
Heb je wel eens aangedacht al om af te doen tegen Nee. Nee, ik heb niet te vragen. Ik kan voorstellen dat je vindt dat je hier flink verstaf moet worden. Ja, helemaal zo vind ik eigenlijk. We hebben nu de huid uit. En het risico bestaat nu. Het gaan alles toch gaan zoeken. Dat kunnen jullie door eigenlijk voorkomen. Dat wil ik. Ja, dat hoeft niet allemaal. Ja, ik heb gewoon niet op nagedacht. Ja, ik vind het nu. Tuurlijk, ik vind dat mijn vader een vriendin wel krijgen. Daar ben ik het zeker mee eens in de feit. Kijk, Ilan zegt ook, als hij mij heeft, dan heeft hij misschien anders slachtoffer. Maar eigenlijk doet het soms een beetje heftig hoor. Als die ruimte willen proberen, zijn ook het Joyce en Hinde platbij om de rest te presenteren. Koop nou ook een auto? Huur? Koop? Ja, dan moet je soms wel een overlijn. Ja, zit er? Nee, ik zal nog even doen. Mijn vader zei wat aangezien doen. En het eigenlijk min. Doe ik mijn vader toch niet ongetrokken met laten lopen? Nee, natuurlijk niet. Weet je, ik denk gewoon de hele tijd aangifte doen, dat is al heel heftig. Ja. En moet ik aan mijn moeder denken, en ik zit er ook gewoon voor me, dat twee politieagenten voor de deur zijn, bij aan, doen de deur op, en ze zeggen, wij nemen hem mee, omdat hij dochter is buiten. En het is gewoon echt zo heftig, dat is gedaan hoor. Wat je moet eerst, wil je dat ik jullie toen vertellen? Dat had ik niet gedacht om me moeten uittellen. Ik vind dat spannend, omdat ik niet weet hoe ze gaat reageren. Maar als ik kijk hoe ze reageren, toen ik vertelde dat ik relatie heb binden, ja, graf, reageerde ze ook fijn. Het is wel een heel groot dat ik log had. Dus, ik moet ik nu al gewoon niet liegen. Ik moet haar gewoon eerst vertellen wat er aan de hand is. Joy heeft besloten door haar te maken met wat is. Zucht moeder op het winkelcentrum. Kan ik wel even iets vragen? Ze vindt het niet met papa en haar. Ik ben echt niet negen. Het is gewoon vriend morgen. Ja. Maar ik heb iets vragen op papa. Ik heb vriend van. Papa, dit aan mij. S'nachts. Kom je met slag naar me in en moet je die niet te doen. Dat is een waardje. Dat is jou allemaal weer zien. En ik wil dat niet meer. Echt niet. Mam, ik ben ervoor gegaan. Liegt. Nee. Waarom zeg je dat niet, Joost? Je hebt alleen maar vader en vader waard. Nee, bij die ouders. Nee. Maar ik ga je goed over liegen. Ik wil het niet meer. Ik wil het knap aan houden. Dit is niet waar, boys. Maar misschien. Nou, ik kan je niet maken. Wat zou je zeggen? Ga weg, boys. Als je zo gaat, ga weg. Zo, en dat is waar. Ja, dit is precies waar ik me vast. Het is niet aan geloof. Dit is toch echt? Ik snap dat niet, hoor. Als mijn kind zoiets afkomt, dan geloof je dat toch? Ik ga het niet verzinnen. Een paar maanden later zijn we terug bij boys en in. Dus het is net veel gebeurd. Ik ben geweest en ik heb geprobeerd om niet na te denken over mijn vader. Ik heb uiteindelijk wel aangifte gedaan. En dan zit op het moment ook vast voor het onderzoek naar seksueel misbruik. Ah, dus van de aangifte gedaan vind ik wel heel erg goed van. Dat er daar steeds achter staat. Nou, nu heb ik de toekomst. Hij is ook in de rest. Lijkt het wel top idee dat we daar zitten en dan die bureau doen. Dat is eigenlijk een balkonnetje. Mag ik wel een ga kijken met een doodje in. Ja, we mogen dus we zien genoeg bij Kita laten zijn we hier nog. Ja, nee, dan mogen we eens kijken. Ons gaan we even snel. Dit is een leuk, hè? Heel leuk. Spat. Nou, ik heb mijn moeder echt wel heel lang gezien. En dat vind ik heel erg. En ik heb gewoon geprobeerd om te bellen, maar ze neemt gewoon de telefoon op ze weg. Ja, dat vind ik gewoon lastig, dat ze niet even met me praten over. En waarschijnlijk de volgende keer dat ik ze ga zien, zal het zal zijn. Ook voor Anja is ze leven veranderd, ze die Lerman wet, maar ook haar dochter. Ik mag niet begrijpen dat ik dit vertelde. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Ik heb een keer gevraagd van, hoe zit het? En hij me gewoon echt niet vergeten dat er nooit iets is gebeurd. Ik kan me ook niet voorstellen dat hij zoiets zou doen. En heel lang boys dit volhaalt, dan moet ik even van meer accepteren dat het een persoonszin is. Heb je zelf geheim of wil je meepraten over deze uitzending? Kijk dan op netf.nl/agd of volg ons op Twitter en Facebook.